Romy, ik ben 23 jaar. Ik studeer communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb een brede interesse in fotografie, een beetje artsy dingen en zo. Voor de rest heel erg geïnteresseerd in muziek. Veel verschillende muziek, veel hip-hop luister ik. Maar ik kan ook heel erg genieten van klassieke muziek. Als ik weer eens moet leren voor een tentamen of zo bijvoorbeeld. Ik studeer communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Ik zit nu in mijn vierde en mijn laatste jaar. En ik voer ook mijn afstudeeropdracht uit bij Boeg. Nou, ik lust geen koffie, dus drink hier ook eigenlijk alleen maar thee. Ja, dat eigenlijk. Ja, ik heb op school een minor gevolgd over interne communicatie. Dus ik voer hier ook mijn afstudeeropdracht uit over interne communicatie. Het stukje baas over eigen geluk, hoe de medewerkers dat meer kunnen uitdragen, daar ga ik naar op zoek bij Boeg. Het ligt een beetje aan de sfeer, denk ik, maar ik kan gewoon heel erg genieten van muziek op alle momenten. Dus ja, het ligt er gewoon een beetje aan. Gewoon naar bepaalde dingen luisteren. Dus als ik in een bepaalde mood wil komen, gewoon naar bepaalde muziek luisteren, denk ik. Maar met vriendinnen een wijntje drinken op het terras word ik ook gewoon heel gelukkig van. Maar wie niet, denk ik. Ja, zoals ik al zei, ik heb wel een brede interesse in een beetje artsy dingen, fotografieën, et cetera. En dan vind ik vooral ook een beetje de videokant wel interessant. Dus ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld videograaf te zijn voor trouwerijen, et cetera. Dat lijkt me wel heel erg tof om te doen. Dus ik denk dat. Videograaf voor bruiloften. Ja, nooit meer praten. Dat wordt wel lastiger, zeg maar, in mijn toekomstige baan, denk ik. Als het draait om communicatie natuurlijk. Dus dan zou ik kiezen voor alles zeggen wat ik denk. Ook al pakt dat denk ik niet altijd best uit. Ik denk leven in het verleden. Ik denk soms wel zo over na nog van de tijd dat we niet echt smartphones hadden en zo. Dat je dan gewoon naar je vriendinnetjes toe moest om te vragen of ze gingen buiten spelen en zo. Dat ik wel een keer weer terug zou willen naar die tijd. Om te kijken van hoe het toen ook weer was of zo. Dat je dat nu niet echt weer voor kan stellen natuurlijk. Omdat ja, social media is gewoon best wel een groot ding toch. En de online wereld. Dus een beetje terug naar hoe het eerst was toen. Vroeger alles beter was, om zo maar te zeggen. Vroeger? Ja, vroeger was natuurlijk Zac Efron in de High School Musical tijden. Maar als ik nu zou moeten kijken, dan zou ik denk ik Jason Momoa wel zeggen.